Hallo, welkom bij het nieuwe vlogje. Was ik in IJmuiden. En hier zag ik al meteen best wel een mooie toren, maar dat was wel heel ver weg, dus toen kon ik niet heen. En hier hadden ze ook nog een hele moeilijke verkeerssituatie, dus toen werd het wel heel complex. Maar ze hadden hier wel mooie balkonnen, designs met een soort karnemelk wat eraf druipt, dus dat was wel mooi. En hier hadden ze ook wel iets slims bedacht, want dan kan je hier zitten en dan kan je met trappers gaan fietsen terwijl je gewoon stil zit. En hier was alle schoorstenen groen geverfd, dat was wel mooi voor de sfeer. En hier was volgens mij ook nog het hoofdkantoor van Facebook en Instagram en zo. En hier hadden ze ook een winkelcentrum waar je kan shoppen. Want ze hadden gelukkig ook nog wel de Willemsvloed. En dan kan je ook allemaal wat tassen en zo kopen. En hier hadden ze een heel mooi moderne lunchroom gebouwd. Dus het was wel een mooi gebouw. Maar hier was het ook wel raar, want ze zeiden dat het open was. Maar het was helemaal niet open, want het was gewoon gesloten. En hier kan je ook nog zitten op een terras. Dus dat was wel leuk als je hier wat wilt drinken. En hier was het wel heel moeilijk, want toen hadden ze sausijzen broodjes, maar die pijlen waren heel moeilijk om te snappen. En hier hadden ze ook wel rare lantaarnpalen, want dat was wel een mooi design. En hier kan je ook turnen, want dan kan je over die balk heen lopen, dan kan je salto maken en zo. En hier hadden ze ook nog een klok en die ging ineens af toen ik er was, dus dat was wel toevallig. En hier hadden ze ook nog rare kunstwerk, want dat was een soort ding met een dak of zo. En hier hadden ze ook alle huizen wel heel goor geworden, want dat komt door die Tata stil dingen. Maar hier was de Tata stil volgens mij, want daar komt alle vieze dingen uit. En hier hadden ze ook nog iets heel leuks, want dan kon je onder deze loopbrug doorlopen en dat was wel heel spannend. Want toen was ik hier eronder, maar toen ging die niet naar beneden vallen, dat was wel spannend. Maar hier had iemand nog een heel grote antenne op zijn huis, dat was best overdreven, want dan heb je heel veel tv-zenders. En hier hadden ze ook nog allemaal mooie moderne kunstdingen en ook allemaal kleuren, zodat het wat vrolijker eruit ziet. En hier werd het ook heel vrolijk, want toen hadden ze zo'n emoji op de schuur geplakt, dus dat was wel lachen en dat was het doei.